geven. Op de deur van de cabine hangt nogthans een waarschuwing. Het ongeval gebeurt vanmiddag aan de Hingenesteenweg in Bornum, niet zo ver van de N16. De Jehovah's getuigen hebben daar een groot congrescentrum. Er is op dat moment geen evenement aan de gang, maar een bejaarde klusjesman is bezig met de schoonmaak. En hij wil ook de hoogspanningscabine bij het gebouw een beurt geven. Op de deur van de cabine hangt nogthans een waarschuwing. De spanning bedraagt er 15.000 volt. Ik was bezig met kleine onderhoudswerken en het is bij het stofzuigen van de hoogspanningscabine dat er wellicht stroom op zijn stofzuiger is gekomen en dat hij zo werd geëlektrocuteerd. Dus het slachtoffer werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar. Het ongeval in de hoogspanningscabine zorgt meteen ook voor een stroompanne in een groot deel van de gemeente. Op het kruispunt van de Hingenesteenweg en de N16 vallen de verkeerslichten uit. De politie sluit de doorsteek af om de verkeershinder te beperken. En ook honderden gezinnen en bedrijven zitten zonder elektriciteit. Yannick baat een brasserie uit. Hij valt zonder stroom bij het begin van de middagservice. De bonnetjes waren juist doorgetikt naar de keuken en de friteuze sloeg uit. De gasvuren stonden nog wel op, dus koken ging nog wel, maar geen frieten meer. De oven sloeg uit. De frigo's stonden stil, de kassa viel uit, koffiemachine, dus ik ging direct naar de elektriciteitskast om te kijken wat de hoofdplan was. Maar helaas, het was niet bij ons. Het was in de straat iets dat uit was gevallen. Jullie waren niet de enige, denk ik? Nee, we waren niet de enige. We belden bij de buren, we keken direct op de social media. Het stond vol dat, dat de elektriciteit overal in Bornem was uitgevallen. Het duurt ruim 3 kwartier voor Bornem opnieuw stroom heeft. Volgens het parket wijst alles erop dat het om een ongeval gaat.